Mijn conclusie is gewoon een verschil in kwaliteit. Punt. Engeland heeft de spelers, de technisch begaafde spelers, die Nederland in deze periode gewoon veel minder heeft. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en vandaag blik ik terug op de halve finales van het EK. Dat doe ik niet alleen, wel met onze chefvoetbal Ludo van der Wallen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast EK. Dag Ludo. Dag Janko. Waar zit jij op dit moment, Ludo? Ik zit op dit moment in mijn living in Bergen, maar jij zit iets verder, hè? Ja, ik zit nog in Dortmund, in de stadion van Borussia Dortmund, achter de persconferentiezaal, op een rustige plaats, zodat ik keurig met jou kan praten. Ja, ik raak zeer verstaanbaar. Ik hoor vrij weinig rumoer op de achtergrond. Je hebt daarnet de wedstrijd Nederland-Engeland gezien, die op 1-2 is geëindigd. Hoe is het eerste gevoel na die wedstrijd, Ludo? Ja, dat kwaliteit toch bovendrijft. Hoe raar het ook klinkt, want de wedstrijd was in evenwicht. Het kon eigenlijk bijna alle kanten op, maar toch had ik altijd het gevoel van Engeland gaat deze wedstrijd winnen. Ja, hebben ze u eigenlijk verrast? Want ze hebben veel kritiek gekregen, dit EK, de Engelsen. Maar de eerste helft waren ze eigenlijk niet slecht. Misschien wel hun beste helft van het toernooi. Ja, veruit hun beste helft van het toernooi, denk ik. Waar ze mij hebben in verrast, is niet dat ze na die 1-0 begonnen te voetballen en vooruit begonnen te voetballen. Maar waar ze mij wel hebben verrast, is dat ze na die gelijkmaker dat ook nog altijd blijven doen. Want dat deden ze bijvoorbeeld in het verleden niet. In de vorige ronde nog tegen Zwitserland deden ze dat bijvoorbeeld niet. Dan kwamen ze gelijk, hebben ze 3 of 4 minuten echt doorgeduwd, kwamen ze gelijk en was het weer gedaan met voetballen. Nu bleven ze wel gaan, heel die eerste helft. Tweede helft was het weer wat minder. Maar ik vond ze eigenlijk wel heel goed, die eerste helft, hoor. Ja, de fase van de wedstrijd, dat was misschien toch de penalty voor Engeland. Een vermeende overtreding van Dumfries op Harry Kane. Was het voor u een overtreding? Ik heb mijn mening eigenlijk enkele keren veranderd. De eerste keer zei ik van ja, nee, absoluut niet. Dan keek ik het in de herhaling eigenlijk en dan is dat vertraagd en dan heb je toch een ander idee. En dan zei ik van ja, het is eigenlijk wel strafschop. Heb ik hier met wat collega's gepraat van alle landen. En er waren dus die zeiden van wel en van niet. Dus het is eigenlijk gewoon een beslissing van de VAR eigenlijk. Hè. Want de scheidsrechter had niet gefloten, heeft dan de VAR naar het scherm geroepen. Mm-hmm. En dan is de beslissing gekomen dat het strafschop was. Ja, er is iets voor te zeggen, maar er is ook iets voor te zeggen dat het geen strafschop was. Heel moeilijk. Ja, alleen domme mensen veranderen nooit van gedachten, Ludo. Jij bent ook op de persconferenties geweest bij Gareth Southgate en bij Ronald Koeman. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat die hun meningen wel verschilden van elkaar. Ja, Southgate maakte zich daar vanaf natuurlijk, zoals wij dat kennen. Janko, de Belgische trainer, zou dat ook doen. Ik heb het niet gezien. Hij was gaan plassen of zo. Hij zei wel van ja, ik heb met mijn analisten gepraat en die zeiden dat het wel degelijk penalty was. Ronald Koeman was natuurlijk veel scherper in zijn uitlatingen. Hij zei absoluut geen penalty. En op die manier maakte VAR het voetbal kapot, zei hij. Dus ja, ook hij was eigenlijk heel kritisch over de scheidsrechter in het algemeen. Hij vond dat hij voor, op zijn Nederlands dan, lullige dingetjes floot. Altijd in het nadeel van Nederland. Maar goed, veel verder is hij daar ook niet in geweest. Maar hij was wel teleurgesteld over de scheidsrechter. En de spelers van Oranje had ik de indruk ook, want die hebben echt wel heel veel geprotesteerd. Ja, ik moet zeggen, ik zag hier op tv een reactie van Virgil van Dijk. Die vond ik wel best volwassen reageren. Die stak toch eerder de hand in eigen boezem dan te willen wijzen naar de scheidsrechter. Hij zei alleen dat hij zo snel naar binnen ging, dat zei wel heel veel. Ja, inderdaad. Dat is in de teleurstelling. Nu kennen we Virgil van Dijk in zijn interviews wel. Altijd supercool. Mm-hmm. Altijd heerser over de situatie. En ik denk dat dat nu in dit geval ook is. Hij is gewoon een coole gast. En hij heeft ook wel gelijk. Het lag niet alleen daaraan. Hè. Het lag niet alleen aan de scheidsrechter. Dus mijn conclusie is gewoon een verschil in kwaliteit. Punt. Engeland heeft de spelers, de technisch begaafde spelers, die Nederland in deze periode gewoon veel minder heeft. Ja, verschil in kwaliteit. Ik zag wel, op de Belgische televisie keken ze ook naar bepaalde wissels van Ronald Koeman. Hoe kijkt de Nederlandse pers daarnaar?
Ja, de Nederlandse pers, onze goede vriend Valentijn Driessen van de Telegraaf, was dat een heel kritische vraag. Hij zei, hoe kan het dat Nederland zich in de eerste helft zo laat overspelen? Waren ze misschien al verzadigd? Waren ze misschien al blij dat ze in halve finale zaten? Ja, dan krijg je natuurlijk die discussie met Ronald Koeman, die dat niet vond. Ik vond dat nu eerlijk gezegd ook niet, hoor. Maar ze lagen gewoon onder. En wat was het probleem van Nederland in de eerste helft? Dat heeft Koeman ook onderstreept. Dat was in het middenveld. Daar stond Engeland altijd in een overtal. Ze waren altijd met meer, waardoor ze altijd de vrije man vonden. En dan heb je natuurlijk Bellingham, dan heb je dan vooral Foden, vond ik. Ik vond Foden een heel goede wedstrijdspeler. Die wordt dan wel vervangen 10 minuten voor tijd, maar ik vond die een goede wedstrijdspeler. Ja, en dan krijg je natuurlijk gevaar. En daar maakte Engeland met zijn kwaliteit wel veel gebruik van. In de tweede helft was er ongeveer dezelfde situatie, maar dan met Nederland, die het initiatief had. En dan hebben die toch veel minder van die puur uitgespeelde kansen gecreëerd. En daar zit volgens mij het verschil in talent, in kwaliteit tussen de twee ploegen. Ludo, ik denk dat we mogen zeggen dat jij niet de allergrootste fan bent van Gareth Southgate, maar ja, zijn wissel, Harry Kane naar de kant halen voor Ollie Watkins, pakt wel goed uit. Ja, inderdaad. Watkins, dat was een fantastisch doelpunt. Maar je kan je dan afvragen, moet die Watkins al niet langer spelen? Want Harry Kane, vind ik... Ik heb, toen ik hem zag spelen, en nu zal ik misschien iets heel stout zeggen, maar ik heb aan Romelu Lukaku gedacht. Ah, ook zo een beetje gebrek aan scherpte. De bal altijd ietsje te traag. Verdediger zat er altijd voor. Trager draaien, waardoor dat hij de duels verloor en zo. Ik dacht, toen ik hem zag spelen, echt, ik dacht aan Romelu Lukaku. En als je dan die Watkins, de scherpte, de snelheid ziet, ja, dan had hij hem misschien al vroeger moeten brengen. Dus ja, allee. Ik ben nog altijd geen fan van Gareth Southgate, zoals je wel begrijpt. Maar allee, ja, dat is goed. Het is nu, zoals men ook zei op de persconferentie, nu is hij een wereldtrainer omdat hij een goede vervanging deed. Of een vervanging die rendeerde deed. Mm. Als dat niet gebeurt, dan is het al heel wat minder natuurlijk. En dan vraagt men zich echt af, ja, waarom haal je Harry Kane eraf als je misschien naar de strafschoppen gaat? Want die strafschop van Harry Kane, die was wel fantastisch getrapt. Die zat er inderdaad lekker in. Ollie Watkins die speelt trouwens voor Aston Villa. Mm. Ludo, weet je wie de laatste speler van Aston Villa is die scoort op een groot toernooi? Oh. Dat is een quizvraag. Ja, als je het jaar zegt, dan weet ik het. 1990? Nee, dan weet ik het niet. Nee. David Platt. Ah ja, ja, die kennen we nog. Ja, die speelde toen bij Aston Villa, ja? Ja, blijkbaar. Ja. Ah, het was collega Bert Laga die het tweette. Ja, die is bezig met dat soort weetjes. Ja, dat kunnen we. Kunnen we voor rekenen op Bart. De tegenstander van de Engelsen in de finale, dat wordt Spanje, dat gisteren Frankrijk klopte met 2-1. Jij zat ook in het stadion daar in München, Ludo. Ja. De goal van Lamine Yamal. Het moment van het toernooi voor u? Ja, absoluut. Hè. Wat die jongen deed, allee, vooral dat gaat dan over zijn leeftijd, dat gaat dan over het moment. Mm-hmm. Want op dat moment staat Frankrijk met 1-0 voor, denken we allemaal boeken dicht. Ze sluiten alles van achter. En dan komt dat moment uit het niets, dat Lamine Yamal een fantastisch doelpunt scoort als 16-jarige. Ja, dat valt allemaal samen. En als hij niet oppast, wordt hij speler van het toernooi. Hè. Als hij de finale wint, dan gaat hij misschien nog wel de speler van het toernooi worden. Ja, hij wordt nu volop vergeleken met een illustre voorganger, met Lionel Messi. Jij hebt de opkomst van Messi van dichtbij meegemaakt. Je bent ook een Barcelona-fan, mag ik zeggen. Is hij echt het grootste talent sinds Messi? Dat zal nog moeten blijken, Janko. Ik wil niet te snel gaan. Nu, hij staat wel verder dan Messi op die leeftijd natuurlijk. Maar ik heb spontaan eerder gedacht aan Pelé. En ik zal u zeggen waarom. Omdat Pelé ook 16, 17 jaar was toen hij op zijn eerste toernooi, op het WK 1958 in Zweden, denk ik dat was, ook uitblonk. En ook zo scoorde en beslissend was en zo. Dus zoals Yamal. Dat had bijvoorbeeld Messi niet, hè, op zijn eerste WK in 2006 in Duitsland, hier ook met Argentinië. Dan was hij niet eens basisspeler, als ik me goed herinner. Dus er is een verschil. Ik denk meer aan Pelé eigenlijk met Yamal. En ook qua... Niet dat ik Pelé zo goed heb gekend, uiteraard. Zo oud ben ik nu ook nog niet. Maar Messi, denk ik, dat toch nog altijd de beste zal blijven, omdat hij ook impact had op heel het elftal. Ja, Yamal is natuurlijk nog maar 16 jaar, kan dan moeilijk een elftal dragen. Messi deed dat wel. Ja. Yamal is zo op dit moment
goed, hij is nog maar 16 jaar. Nogal, vooral de man van de flitsen, vind ik. En die heeft hij natuurlijk fantastisch. En het is een fantastisch mooi verhaal ook, natuurlijk. Ja. Hij heeft nog een beugel, stel je voor. Hè? Ja, dat is bij mij nog niet zo lang geleden. Hij wordt trouwens de jongste speler in de finale van een groot toernooi sinds Pelé. Dus de vergelijking gaat toch enigszins op. Ja. Allee, als we hem laat spelen, de Lafuente, want je weet nooit. Hè. Nee. Southgate zou er misschien aan twijfelen, maar de Lafuente niet, denk ik. Over bondscoaches gesproken, Didier Deschamps, daar ging het uiteraard ook over na de uitschakeling van Frankrijk. Veel mensen verwachten dat hij zou mogen vertrekken na de uitschakeling. Maar ondertussen heeft de Franse voetbalbond gecommuniceerd dat hij wel degelijk aanblijft tot en met het WK van 2026. Hoe dachten de Franse journalisten daar gisteren over? Ja, die Franse journalisten die zitten maar te pushen dat hij zou vertrekken. En er zit een beetje een agenda achter. Hè. Zij willen natuurlijk zien in Zidane als bondscoach. Dat is eigenlijk hetgeen wat erachter zit. Uiteraard kan niet tevreden zijn met wat Frankrijk op dit EK heeft gebracht. Maar ze zitten dan toch weer in de halve finale. En ik vond het een beetje verbazend eigenlijk dat men ervan uitging dat Deschamps wel eens zou kunnen opsnappen. Ik denk dat dat vanwege de Franse pers vooral wishful thinking was. Want die had net zijn contract verlengd tot 2026. Die voorzitter van de Franse voetbalbond, wiens naam nu even ontsnapt. Diallo, denk ik. Ja, Diallo is het, ja. Die had gezegd, ja, als we de halve finale halen, dan is ons toernooi geslaagd en mag Deschamps blijven. Dus die vragen achteraf op de persconferentie, Deschamps was er eigenlijk ook absoluut niet tevreden mee. Hij bleef vriendelijk, maar hij zei van, ja goed, jij bent toch fantastisch. Aan de man die er dan naar informeerde van hoe de toekomst eruit ziet. Wat ben jij toch een fantastische man, een kwartier na de halve finale die ik heb verloren, om met zo'n vraag te komen. Dus hij was ook wel een beetje gepikeerd. Maar ik zeg het, ik ging er gewoon vanuit dat hij zeker zou blijven. Omdat hij zijn doel, de halve finale, had gehaald. En omdat hij dan nu al 12 jaar bondscoach is. En het qua resultaat, niet slecht, het qua voetbal, daar gaan we het niet over hebben. Want daar hebben we het er al heel veel over gehad. Mm. En dat is niet genoeg. Hè. Het is zoals Engeland. Hè, want we mogen nu niet alles vergeven en vergeten van de Engelsen, omdat ze in de finale staan. Maar die hebben ook niet genoeg gebracht. Hè. Herinner u, Janko, in de tweede ronde tegen Slowakije. Mm. Dat heeft dus gewoon 30 seconden gescheeld. Hè? En ze waren eruit. Ze stonden hier niet. Dus, ja, dus we mogen niet vergeten dat Engeland nog altijd niet zo'n bijster goed toernooi heeft gespeeld. Wat wel fijn was, was dat ze vandaag de eerste helft echt wel heel goed hebben gespeeld, vond ik. Ja. Laten we hopen dat we zondag tegen Spanje ook dat Engeland van de eerste helft zien. Dat Spanje de grote favoriet is zondag. Dat spreekt voor zich. Hoeveel kans geven we de Engels? Ik geef de Engels 30% kans. De Spanjaarden hebben het nu al in elke wedstrijd bewezen. Ze staan er altijd tegen Duitsland. Toch een heel sterk Duitsland. Tegen Frankrijk, waar ik echt wel een beetje schrik had dat het defensieve voetbal van Frankrijk zou zegevieren. Is ook niet gebeurd. Spanje heeft het daar gehaald. Verdiend, met heel goed voetbal. Ja, we willen toch eigenlijk ook, het is van dan misschien wel wat wishful thinking van mij, maar we willen toch allemaal dat de voetballiefhebbers, de echte voetballiefhebbers, willen toch dat het voetbal zegeviert en dan ben je bij Spanje aan het goede adres. Hè. Ja, dus stiekem gaat onze chef voetbal toch ook een beetje supporter voor Spanje zondag, hoor ik nu. Ja, zelfs niet stiekem. Ik ga niet op de perstribune staan springen. Dat is not done. Niemand zal het aan mij merken. Maar binnenin hoop ik toch wel dat Spanje het haalt. Omwille van hun fantastisch toernooi. Ik heb dat al eens gezegd. Ik wil eigenlijk altijd dat de ploeg die het beste voetbal speelt, die het mooiste voetbal speelt, dat die winnen. En of dat dan Spanje of Engeland of Frankrijk of Nederland is, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Als de ploeg die het beste voetbal speelt, maar wint. En dat is op dit moment zeker Spanje. Heel het toernooi al door, trouwens. Inderdaad. Zondag gaat je dus kijken naar die finale in Berlijn, Ludo. Hoe zien de komende dagen er voor u dan uit? Is het dan in Duitsland blijven of gaat je nog even over huis? Nu ga ik even over huis. Dus ik zit in Dortmund. Ik woon net over de grens. En ik ga dus even 2 nachten thuis slapen. En de vrijdag vertrek ik terug met de trein naar Berlijn. Trouwens, wij als journalisten hebben een enorm voordeel. Wij hebben een discount van, ik weet niet hoeveel procent, maar toch heel veel. Ik ga nu voor €80 op en neer met de trein naar Berlijn. Vanuit Keulen weliswaar, omdat het in Duitsland moet zijn, maar dat is eigenlijk niks. En in eerste klas, Janko, en met internet
en met elektriciteit. Oh. Ja, dus ik ga kunnen werken op de trein en dat vind ik altijd leuk. Prachtig. Werken, wil dat dan ook zeggen al een beetje voorbereiden voor het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League, of is dat nog te snel? Dat is nog te snel, Janko. First things first. Ja, ik heb vandaag dus al een beetje me zitten inlezen voor de grote voorbeschouwing van Shotcast op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Op 22 juli nemen wij die op en zetten wij die ook online. Want ja, die komt er ook al heel snel aan. Hè. Ja, inderdaad. Het is onwaarschijnlijk. Hè. Zondag wordt de finale gespeeld. De week daarna is het al Supercup. Zaterdag, 6 dagen later, na de finale van het EK. Gelukkig dat de Belgen geen finale spelen van het EK. Want neem nu de Kuiper of een andere speler, of Vertonghen uit de Belgische competitie. Die zouden dan nauwelijks vakantie hebben. Dus dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Het stopt niet meer, hè, Janko. De 21 juli dacht ik dat het Supercup-finale is. Of 20 juli. 21 juli, zondag. Ah, nee, het is op zaterdag, hè? Zaterdagavond. Dat zou ik nu even moeten opzoeken. Ja, ik heb het deze week nog nagekeken. En dan de week daarna begint de competitie op vrijdag samen met de Olympische Spelen. Ja, we hebben een ongelooflijke zomer. Ik denk dat de Jupiler Pro League in het begin een beetje in de schaduw gaat staan van al die grote evenementen. En ja, ik vind ook nog bijvoorbeeld, Janko, ik weet niet, ja, jij hebt die al ingelezen, mm-hmm. maar dat er eigenlijk nog niet zoveel transfers en zo gebeurd zijn. Het is eigenlijk bijzonder rustig. Of is dat omdat ik hier in Duitsland zit, dat ik er niet zo goed van op de hoogte ben? Ja, ik hoor nu van Nilsson dat hij van Union naar Club Brugge gaat. Wat toch wel, bij Union beweegt er toch wel wat. Ja, wel een hele straffe transfer is, vind ik, binnen de Jupiler Pro League. Maar voor de rest, zo Anderlecht bijvoorbeeld, die hebben nog nauwelijks iets gedaan. Van Gent heb ik ook nog niet zo heel veel gehoord. Dus ik denk dat het allemaal nog moet losbarsten en dat het een moeilijke voorbeschouwing wordt op 22 juli. Maar goed, ik twijfel er niet aan dat je er iets fantastisch van maakt. We gaan ons best doen. Dat ga ik doen samen met Frankie van der Elst en Koen Frans. Die gaan trouwens samen met Frank Raas zondag terugblikken op de finale van het EK. Dit was voor ons de laatste samen, Ludo. Zij het van op afstand. Merci om er alweer te zijn voor ons. Bedankt voor het fijne EK, ook van de luisteraars. Ook bedankt aan Elisabeth voor de technische ondersteuning. En aan de mensen, bedankt om te luisteren en tot zondag. Doelpunt.